Goedendag, beste kijkers. Zaterdag 4 februari, of rond die tijd, is in Amerika een trein ontspoord in Ohio, in een plaatsje dat heet East Palestine. En in die trein zaten wagons met chemicaliën. 5 wagons zouden vinylchloride hebben bevat. En dat is een stof waar ik iets meer over ga vertellen. Want daar zit mijn achtergrond. Ik ben een HTS'er die meer heeft geleerd over scheikundige fabrieken en dergelijke. Vinylchloride is een grondstof, een monomeer zoals dat heet, om een polymeer van te maken. Dat polymeer dat heet PVC. En dat herkent u waarschijnlijk wel van de PVC-pijpjes, waarmee je dus van die pijltjes kon afschieten of van die witte besjes, maar die normaal gesproken voor de elektriciteit bedoeld zijn. Dan begint er een of andere lul met een bladblazer aan de gang. Daar ligt helemaal geen blad. Maar ze zijn natuurlijk weer te besodemieterd om even een bezem te pakken. Godsamme. Ik ga gewoon door, hè. Ja, het wordt zo meteen nog erger. Idioten. Vinylchloride maak je PVC van. Een ander woord voor PVC is dan vinyl. Wat een stom woord is. Nou, mijn mat die gaat dan weer, moet opgetild worden. Hier hebben we kennelijk ooit eens een abonnement voor gekozen. Oké, ik ga door. Vinyl is het eufemisme voor PVC, polyvinylchloride. Dat is het hele woord. Scheikundigen hebben echt werkelijk een bloedhekel aan vereenvoudigingen van scheikundige termen. Het is niet voor niks dat je zulke woorden maakt. Want pas dan weet je waar je het over hebt. En het stuk vinyl is. Dus vinyl ligt op de grond. Dat heet dan vloerbedekking. Vinyl, daar worden dus ook gramofoonplaten van gemaakt. Niet cd's, want die worden van polycarbonaat gemaakt. En PVC wordt gebruikt om elektriciteitssnoeren van te maken. Dus het isolatiemateriaal. Je kunt er kunstleer van maken. Je kunt er allerlei soorten van folie van maken. Rubberboten. Ook huishoudfolie. En dat alles gebeurt bij de gratie van weekmaker. Nou, maar hoor ik er een heleboel mensen die hoor ik stuiteren. Weekmaker. Je hebt allerlei soorten weekmaker. Maar bij PVC wordt vaak een verkeerd soort, een ongezond soort weekmaker gebruikt. En dat, die valt voor 2/3, dus 66%, behoren die tot de phthalaten. Dus dan wordt nog wel eens DOP genoemd, dioctiel phthalaat. Maar eigenlijk is het meeste is het diethylhexiel phthalaat. Ik laat het even daarbij, want anders ben ik jullie kwijt. Dat wil dus zeggen dat niet alle weekmaker van die soort is. Maar het is wel de weekmaker die ze het meest kiezen. Voor voedingstoepassingen liever wat anders. En ook bijvoorbeeld de slangetjes voor de dialyse, die waren in de jaren 80, waren die van PVC. Maar die mensen die dus nierdialyse ondergingen, die pikten dus al die weekmaker op en dat ging hun systeem in. En die weekmakers, die behoren wel tot de hormoonverstoorders. En dat is eigenlijk mijn grote bezwaar tegen PVC. In het geval van dit soort folie, waarvan ik tot op de dag van vandaag nog niet zeker weet dat het PVC is,
Omdat je gewoon geen antwoord krijgt wat het is. Daar zijn ze dan weer te bescheten voor. Die bedrijven die dat leveren. Maar ga er maar vanuit. En dan zit er een ander soort weekmaker in dan dus de vertaalhater. Mag je vanuit gaan. Goed. PVC. Zonder weekmaker kun je niet met PVC werken, omdat het dan veel te bros is. Oké. Nou, in de jaren 80 was er nog één ander dingetje, dus naast die slangetjes voor nierdialyse en andere medische toepassingen, was het ook het verhaal dat als je PVC van verpakkingen, want toen lag in de supermarkt lag veel meer PVC, je had zelfs waterflessen die van PVC waren gemaakt, want er was nog niet zoveel met PET. PET, polyethyleen phthalaat, weer een phthalaat. PVC, dat zou in de verbranding in huisvalcentrales dioxines opleveren. En dioxines, die kenden we dan weer van een eerdere ramp in Italië, in Seveso. In Seveso kwam er een heleboel dioxine vrij in de omgeving en een heleboel mensen die liepen daar dus gezondheidsschade door op, want dioxines behoren tot de meest giftige stoffen die de mensheid kan maken. Dat is PVC. Dus uiteindelijk, trouwens, bleek dat verhaal twijfelachtig. Want ergens in het Polytechnisch Weekblad, wat ik dan als jonge HTS'er op een gegeven moment gratis toegestuurd kreeg, stond er een klein bericht van werkelijk een postzegeltje dat de aanwezigheid van keukenzout in het huisvuil eigenlijk al genoeg was voor de vorming van dioxines. Dus de hele campagne, want dat was maar wat, om dus PVC uit de supermarkten te weren en dat het allemaal niet met het huisvuil mee zou gaan, die was eigenlijk voor niks. In ieder geval niet om dioxines te voorkomen. Daar kun je het nog steeds hebben over die weekmakers. Je kunt het ook nog hebben over vinylchloride, wat als monomeer altijd nog in het PVC aanwezig zal zijn. Dat is vrijwel een zekerheid. Monomeren in plastics, daar moet je mee uitkijken. Niet alle monomeren zijn gevaarlijk, kankerwekkend, hormoonverstoorders. Bijvoorbeeld van polyethyleen. Dat gas ethene of ethyleen, zoals sommigen nog zeggen. Dat gas komt ook gewoon uit rijpe bananen. Dat zorgt namelijk dat die banaan ook rijp wordt. Nou, kun je dus met een rijpe banaan onrijpe bananen rijp maken. Door ethyleen. En daarom doen ze dus ook, voegen ze het ook toe. Dus ze hebben een gasfles met ethyleen om de bananen te doen rijpen. Oké. Maar andere monomeren, dus bijvoorbeeld in ABS, acrylonitril, in polystyreen is styreen ook niet echt een feest. Bij epoxy moet je ook uitkijken, want daar zit dan bisphenol A bijvoorbeeld in. En dan bij PVC heb je te maken met vinylchloride. Dat zijn allemaal stoffen die je liever niet in je lichaam wilt krijgen. Vinylchloride, hoe giftig is dat nou? Nou, het richt zich dus vooral op kankerverwekkendheid en dus hormoonverstoorders, endocrine disruptors worden die wel genoemd in Engelse jargon. Ik was begin jaren 2000, zat ik in de gaswereld, daar had ik ook te maken met gasanalyse. Dat wil zeggen milieuonderzoek om te kijken wat voor gassen zitten er in de omgeving of komen eruit schoorsteen of in dit geval uit een vuilnisbelt.
En toen liep ik op een beurs ergens in Engeland. En toen zal het me opgevallen zijn dat er ook gecontroleerd wordt op vinylchloride. Dus nogal logisch stel ik de vraag. Waarom zij wel controleren op vinylchloride? Nou, zei een Engelsman die daarmee bezig was, die daar handel in dreef. Vinylchloride ontstaat onder andere op vuilnisbelten. En hij wilde voor geen goud in de buurt van zo'n vuilnisbelt wonen. Vanwege de vinylchloride die daar alleen al uitkwam. Dat zegt wel wat, hè? Want dan heb je het niet over grote hoeveelheden. Dan heb je het puur over het vinylchloride wat door afbraak van PVC ontstaat. Dat is niet veel. Dus op het moment dat een hele wagon of zelfs vijf wagons ontsporen en vinylchloride komt vrij, dan heb je de pop aan het dansen. Als je daar in de buurt woont, wegwijzen. Wegwijzen. Kom later maar terug, maar dit wil je even niet inademen. Wat zal er gebeurd zijn? Nou, na die ontsporing zal een hoop van die vinylchloride, wat ergens het midden houdt tussen super vluchtige vloeistof en een gas wat vloeibaar gemaakt is, ergens ertussenin. Op het moment dat dat over de grond loopt, zal het voor een gedeelte de grond intrekken en uiteindelijk dus dan ook met het regenwater in het grondwater worden meegevoerd. Nou, ik zie dat dan maar op te ruimen. Dat valt niet mee. En een gedeelte zal verdampen. Nou, die analyse hebben ze daar kennelijk ook gemaakt. En dus hebben ze de vinylchloride dan maar in de fik gezet. Was dat het verstandigste? Weet ik niet. Eigenlijk hoor je dit soort scenario's, dit soort draaiboeken, al vooraf klaar te hebben liggen. En eigenlijk moet het niet eens voorkomen. Want dan heb je wel echt geschutterd. En er zijn wat berichten die ik heb gelezen dat er lobbywerk is geweest over hoe goed de remmen moesten zijn op die treinen. En al eerder hoorde ik over de Amerikaanse spoorwegen dat de deskundige mensen, dat die inmiddels weg zijn en vervangen zijn door mindere goden. Die niet weten hoe je de hele lastverdeling van zo'n trein moet organiseren op zo'n manier dat het niet ontspoort en dat het veilig blijft. Dus moet er natuurlijk een lok zijn die de boel trekt. Achteraan iets en dan middenin ook nog loks om de boel stabiel over het spoor te trekken. Nou, daar schijnt iets mis te zijn. Terug naar vinylchloride. Dus ze hebben ervoor gekozen om de boel in de fik te steken. Dus er ontstond ook een enorme zwarte rookwolk. Sommigen van ons die hebben in de jeugd nog wel eens sterretjes in PVC-pijpen gestopt, omdat dat ook zo lekker rookt. Nou, vergelijkbaar, maar dan op jumbo-schaal. Als je stoffen die behoren tot de categorie gechloreerde koolwaterstoffen, vinylchloride behoort daar dus toe. Als je die in de fik gaat zetten, dan mag je rekenen op een aantal giftige stoffen die dan ontstaan. Ten eerste zoutzuurgas. Nou, dat komt met de regen dan wel weer beneden. Als gewoon vloeibaar, als vloeibaar zoutzuur. Ja. En een hele gevaarlijke is dan fosgeen. Fosgeen is een strijdgas uit de Eerste Wereldoorlog. De mensen die het inademden,
die gingen dood aan vloeistof in hun longen. Geen pretje. Het wordt nog wel gebruikt bij de productie van polycarbonaat, zoals gezegd, wat gebruikt wordt voor onder andere cd'tjes. Heel sterk plastic. Als je een keer op een lab bent, een laboratorium waar ze dus met polycarbonaat bezig zijn, dan kan er ergens nog zo'n cilindertje, zo'n klein lecture bottle met fosgeen staan. Nou, dat staat achter meer dan gewoon een glas van een zuurkast, dubbel beveiligd. Zo giftig is dat spul. Dat ontstaat wanneer dus vinylchloride en andere gechloreerde koolwaterstoffen in de fik worden gezet. Daar mag je hier ook van uitgaan. Is dat een probleem? Daar heb ik nog niks van gezien. Dus dat zal wel loslopen. Maar bij de verbranding ontstaan nog veel meer. En reken er maar op dat in die rook, gebonden aan die roetdeeltjes, nog van alles zit. Waaronder nog steeds, denk ik, de vinylchloride. Maar dat gaat nu dus alle kanten op. Geen feest. Dit moet. Vinylchloride even. Is een stof die kan. Wat ik me altijd herinner, was dat je er hersenkanker van kon krijgen. Nou, als het de aandacht nog niet had, dan dus wel. Maar erger schijnt nog te zijn, of meer voorkomend, is leverkanker en ook longkanker is er ook een. Dus tenminste drie soorten kanker zouden kunnen ontstaan vanuit vinylchloride. Oppassen geblazen voor dit soort spul. Er schijnen nog steeds mensen daar in de buurt te wonen en door te gaan. De berichten zijn ook dat kinderen met huiduitslag thuiskomen. Het brandt allemaal aan de jonge huidjes. Een soort eczeemachtige toestand. Dat is niet geruststellend. In het verlengde wordt nu ook nog bericht dat er andere fabrieken in de fik zijn gegaan. Waaronder in Chicago. Er is een andere fabriek in Italië, wat volgens mij een salami-fabriek is. Maar goed, hoe dan ook. Staat daar ook iets te fikken. En in Groningen staat er een opslag voor polystyreen. Dat is piepschuim. Dat soort materiaal stond ook in de fik. Wat ook geen prettige rook oplevert. Ook verontrustende stoffen kunnen daarin zitten. Maar het is nog geen vinylchloride. Heb ik nog tips? Nou ja, zolang het in Amerika is, heb ik geen tips voor de Nederlands sprekende bevolking hier. Als je daar wel in de buurt zit, dan zou ik echt gewoon. Dan had je al lang weg moeten wezen. Sommige branden zijn gewoon niet goed. Dus dat is het even. Vinylchloride. Dat is nog even een dingetje. Als je dus PVC hebt, dan komt daar vrijwel standaard weekmaker uit. Want die blijft niet zitten. Dat is het probleem nou met PVC. Dus voor een aantal toepassingen is het prima hoor. Maar als je op een gegeven moment een elektriciteitskabeltje hebt en het voelt vettig aan, ga er maar vanuit dat dat weekmaker is, dat plakkerige spul wat je dan in je handen hebt. Dus was je handen. En eigenlijk moet het gewoon blijven zitten. Dat hoort gewoon stabiel te zijn. Is het niet. De vloerbedekking, dus het zogeheten vinyl op de grond. Ja, laat daar niet je kinderen overheen schuiven. Dat is niet echt super goed idee. Een hoop toepassingen vind ik prima. Er is nog een klein kansje dat er nog vinylchloride uit PVC komt. Maar die vinylchloride, die PVC-soorten die voor voeding worden toegepast of die je veel zou aanraken,
die worden daar wel op gecontroleerd. En natuurlijk, daar kun je nog steeds ermee oneens zijn over de percentages. Maar om het niet al te lang te maken. Dat is een eigen overweging. We kunnen alles al vervangen door iets anders dan plastic. Maar nee, er zijn mensen. Dus dit is even het verhaal over vinylchloride, de brand.